Ja, nou, hier de prullenbak ligt om. Eigenlijk was dit voetbalveld, stond er helemaal een hek omheen. En die hekken die zijn gesloopt, in de bosjes gegooid en uiteindelijk door de gemeente verwijderd. Maar daardoor brokkelt alles een beetje af. De ouderen wel. Die durven onderhand niet meer de straat op. Maar ik ga gewoon de straat op met mijn hondje om hem uit te laten, want ik ben niet bang. Ze durven nooit naar buiten te komen. Als ze nou gewoon naar buiten durven te komen en vragen, hey, doen jullie dit? Dan zeggen we het gewoon eerlijk nee, want ze denken dat we dan hun zal gelijk gaan uitschelden of zo. Dat doen we niet, we zitten gewoon rustig. En dan zeggen we eerlijk gewoon dat wij het niet hebben gedaan dat andere jongens doen. Dus wij doen gewoon helemaal niks.